Hallo, hier Beate. Ik ben ook in Harderberg geweest. En daar is natuurlijk van alles ook in mijn mandje gevallen. En sommige dingen waren al van tevoren besteld, dus dat heb ik vooral meegenomen. Dat kan altijd, hè. Als je dus echt iets op de website ziet en je denkt, dat wil ik echt hebben, bestel het van tevoren. Dan kunnen we het gewoon meenemen naar de beurs. Dan weet je zeker dat het klaar ligt, want we hebben natuurlijk niet alles mee. En ik dacht, ik ga jullie even meenemen in wat ik allemaal gekocht heb. Dit is de hele berg. Die zet ik even aan de kant, want anders wordt zo'n zooitje in beeld. Dit is de vrij recente lijn van Craft op Klok. De Christmas Everywhere. En ik ga hem even... Ik laat deze even dicht zitten. Ik pak even de grote uit. En dit is het gecombineerde blok. Dus met de achtergrondpapiertjes deels. En met de... gewone designpapiertjes. Kijk, dit is zeg maar het achtergrondpapier. Ja. Gaat wel goed. Is natuurlijk bij heel veel dingen te gebruiken. Hè? Is wel heel mooi. Het ruikt ook altijd zo lekker. Nou, dat zit er dus twee keer in. En dan heb je nog de andere... Er ook twee keer in. Dus de neutrale en met plaatjes. Heel schattig. Hier zitten natuurlijk ook wel vaak neutrale achterkantjes op. Oh. Mooi met de kerstroos. Dus die. Hier. Om nog maar even in de kerst te blijven, heb ik de liggende kerstman van Gummiapan. Die wilde mijn moeder graag hebben, dus die ligt apart. En voor moeders heb ik ook sleetjes. Erin een pakje, we hebben ze ook los. Drie verschillende kleurtjes en kleine boompjes. Voor in een leuk kerstprojectje. Geen idee of het goed te zien is, want... De zon schijnt hier wat heerlijk is, maar daardoor zie ik ook iets minder. Klemmetjes van die papieren klemmetjes, zeg maar. Dus dan, als je dan, nou, zoals hier. Ik wil even mijn gummipanstandjes bij elkaar houden. Dan kan dat. Die ga ik zo nog laten zien, hoor. Dus de hoe? De klemmetjes, boekbindringen, die heb ik met een reden gekocht. Dat ga ik jullie zo meteen even laten zien. Hier zijn er al een paar uit, want die heb ik aan Vee gegeven. Die was namelijk al met het boekje bezig op de beurs. Dus ik heb zilveren en bronzen en dan de kleine versie, dus de 20 mm. Die zal ik even apart leggen. Dan heb ik voor mezelf nog een papiertje meegenomen. Ik ga binnenkort nog een extra... projectje doen. En daarvoor had ik nog geen papiertje uitgezocht. Dus ik dacht, ja, wat ga ik eens doen? En dat wordt of deze, of nog een andere. Erg leuk met vogeltjes. En een klok. En bloemen. En dan heb ik hem volgens mij. Ja, maar dit is allemaal weer hetzelfde. Dus het wordt of deze. Dat ruim ik straks wel weer even op. Of deze van Art Alchemy. De, dat zakje ging het plakbandje af. De Beautiful Memories. En hier zit ze allemaal... achter elkaar aan, dus die haal ik er maar even helemaal uit. Voor- en achterkant. Hier zit dus van allemaal vier in. Oh, dit is de achterkant, moet wel goed doen. Heel mooi met bloemen.
vrij neutraal, een beetje rozig. En voor mijn projectje had ik ook wel een iets neutraler papiertje nodig. Maar er stond al te veel poespas, want dat werkt niet op het project. Maar dat gaan jullie later nog zien. Dat ga ik nog niet verklappen. Oh ja. Lampjes heb ik ook nog meegenomen. We zijn kijken of ze het doen. Daar heb ik dan weer niet getest. Nou, zeker. Dus die. En het makkelijke is bij deze. Je kan de batterijtjes ook nog vervangen. Als moet. En je kan deze dus inkorten. Dus je kan er gewoon. Zeg maar. Ik knip hier gewoon een veen af. Hier zie je lampie afknippen. En de rest doet het gewoon nog. Dus als je denkt, ja, 20 van die lampjes is me veel te veel. Ik heb er net een paar minder nodig. Of het is te lang. Dan knip je hem gewoon af. Die. Femke had heel leuk een bak met houten stempeltjes mee. En waaronder deze met Happy Merry Christmas. Dus die mocht ook met mij mee. Ze had ook eentje met een schoen. Die heb ik dan weer niet meegenomen. Wie weet, volgende keer. Ik had nog een paar nieuwe mesjes nodig. Oh, ik zit te hoog. Zo. Snijmesjes. Oh, ik had van tevoren al besteld de wijzers voor een klokje. Ook dat komt binnenkort in een projectje. Maar dat gaan jullie nog zien. En nog gelukspoppetjes van een Pietje. Ik maak elk jaar voor mijn collega's een Sinterklaas cadeautje. Dus ik dacht, nou, leuk een medeltje erbij. Daarvoor ga ik ook deze sokken gebruiken. Dus wat het gaat worden, gaan jullie nog wel zien. Dit zijn grote sokken van, even spieken. Wat is het? Ik kan het niet zo goed zien deze lijn. 18 bij 23. Dat had ik straks toevallig al opgehangen. En dan heb ik nog heel mooi nieuw touw. Tenminste, voor mij was het nieuw. Ik had het niet eerder gezien. En ik dacht, oh, die is wel erg leuk. Dus die mocht met mij mee. Het is een soort dikker katoen touw. En ik weet even, oh, hier is het begin. Dan zeg ik, ben het begin kwijt. Een mooi stevig katoenkoord. Nog geen idee, maar ik vond het gewoon mooi. Dus die mocht met mij mee. En dan heb ik nog een stapeltje gummiapan. Twee stempeltjes. Oh ja, de nieuwste mini. Het is, ik moest even drie keer kijken. Maar het is een schaar. Zo'n groot, zeg maar, op je, waar je vroeger stof mee knipte. Oh, dit ziet er heel grappig uit. Die. Dus die kan bij de rest van de verzameling. Deze stempel had ik nog niet. Vliegjes, buitjes, het is maar net hoe je het wil noemen. Ik vind het baadjes. Dus ik dacht, hé, die is wel leuk. Die mag met mij mee. Die mag met B mee. En nog een stempeltje van iets eerder dit jaar. Ik heb hem denk ik even over het hoofd gezien. Ik zag hem nu opeens liggen. En ik dacht, hé, die mag met mij mee. En dan van de, even kijken. Dit is allemaal van de nieuwste. Die ook. Deze is al wat ouder. Ik was op zoek naar een stansje van cijfers. Liefst wat grotere. En deze zijn ongeveer 3 centimeter hoog. Dat is perfect, want dat is ongeveer wat ik nodig heb voor mijn project. Dus dat gaan jullie nog zien een keer. En deze is ook wat ouder. Die had ik nog niet. Ik als ijsjes monster, zeg maar, had deze nog niet, dus nu wel. Oh, daar blijven. En dan van de nieuwste, het mini boekje. En dat, even kijken hoe ik dit ook weer makkelijk open kon maken. Ik moest hem nog even openmaken, maar dat is, die sticker zit er overheen, dus dat is niet zo handig.
Doe het even zo. Zo. Kijken waar ze verstopt zitten. Hier. Nou, het zit nog mooi in een zakje ook. Basis nemen. Maar dit kan ik zo natuurlijk niet heel goed laten zien. Maar het idee was dat je het boekje dan kan dichtmaken. Met deze boekbindringen. Dus dan kan je gewoon het boekje zo dik maken als je wil. En dan aan de ringetjes. Dat is 3 kleintjes moet precies passen. Dus ik denk, nou, dat vind ik wel leuk. Ik ga hem binnenkort denk ik even laten zien. Ik heb volgens mij volgende week de Gummy Plant Tuesday. Dus dan ga ik of deze gebruiken. Of iets anders. Daar twijfel ik nog even over. Dus wordt vervolgd. En dan heb ik nog de huisjes. Ik dacht als ik die nou uitdraai. Op mica plak. En dan iets met een lampje erachter. Dan heb je volgens mij een heel leuk windlichtje met huisjes. Zo zit het in mijn. Dat is zeg maar in theorie. Hoe dat in de praktijk gaat worden, dat weet ik nog niet. Kan ik eventueel ook nog volgende week doen. Ik heb iets om over na te denken. Weet ik dat. Ja, ik weet nog niet. Met sterretjes. Dat is ook wel heel leuk. Sterretjes, die kan ik er nog bij gebruiken. Sterretjes uit Stanse de Kikkers. Dat als ik nou een opkikkertje of zo wil maken. Dat. En de kikkers en de kleine cadeautjes. Ik heb heel veel kerstboompjes van Gummy Pan. Dus ik dacht, hé, dat is wel leuk met die kleine cadeautjes erbij. En dan, dat is wat ik bij Femke allemaal mee had genomen natuurlijk. Bij onszelf. En dan heb ik nog een heel klein rondje gedaan over de beurs. En dan was ik natuurlijk bij Jessie. En dan had ik een heel leuk stempeltje. Met lippen. Dus ik dacht, het is echt een 3D effect wordt het. Zag er heel leuk uit. Dus ik denk, nou, die mag bij B mee. En deze extra zag bij een van de andere standhouders waar we even stonden te kletsen. Glittertouw. Ze hadden zilver, goud en een beetje taupe. En ik dacht, oh, die gouden die mag bij mij mee. Lekker fout glitter. Heel leuk. En dan heb ik nog. Nog meer glitter. Ik ben ook net een extra. De NML Dots. En dit is dan een beetje doorzichtig. De Snowflake. En dit is de gele glitter. En dan hebben we nog de gouden glitter. En de zilveren. En de Night Blue noemen ze dit. Een beetje goudkleurig glittertje in. De roze. En de lichtblauwe. Volgens mij ben ik er dan doorheen. Even voor me heen kijken. Ja, dan heb ik alles wel. Dus ik ga eens even nadenken wat ik voor de Gummy Plant Tuesday ga doen. En nou, tot een volgende keer zou ik zeggen. Doei doei!